het moment dat je 3 wedstrijden wint en je haalt, of je doet eigenlijk waar je vandaag van komt, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja, dan denk ik dat je daar dat je dat gewoon weer mee kunt nemen in de zak en van de week weer lekker trainen en dan zaterdag weer een potje. Ik wens jou heel veel succes in het verdere verloop van de competitie. Dankjewel. Kampioenspoel of degradatiepoel? Ik hoop de kampioenspoel. Dat zei Bart Horsdijk ook al. Ja. Ja, maar die gaat wel halen. Daar ben ik niet zo bang voor. Als ik kijk wie er nou bij ons op 6 staat, dan zitten we daar 3 of 4 punten achter. Dus op het moment dat we deze lijn doorzetten, zou het maar zo kunnen. Maar we moeten echt wel alle zeilen bijzetten om dat te kunnen bewerkstelligen. Nog even een gewetensvraagje. Almelo of Soms Hoop? Ik heb zelf nooit in Almelo gezeten. Ik ben eigenlijk begonnen in Soms Hoop en daarvoor zat ik met hun in Oldenzaal. Dus ik heb eigenlijk geen idee. Maar desalniettemin tevreden met Soms Hoop? Ja, super tevreden met Soms Hoop. Als je kijkt, we hebben veel vrijwilligers en de zaken zijn goed georganiseerd. En we willen wat met richting topsport en daar kunnen we leuke dingen mee doen. Daar hebben we ook de ruimte voor. Hal is prima, de faciliteiten goed. Maar dat zou hier ook prima kunnen. Dus ik denk dat dat prima is, ja. Jeffrey Schaarbaai, voor de 4e keer win je de Twente Cup. Wordt die keer een beetje saai? Nee. Wordt nooit saai, dit soort dingen. Nee, ik denk prima. Ik had van tevoren ook niet gedacht, wel een beetje dat weer Apollo Jurgenswet zou worden. Maar goed, dan is het nog maar weer zeer de vraag hoe dat dan weer eindigt. Ja, dat klopt inderdaad. We waren er dichtbij. Kansen in set 2, die pakken we niet en maken we zelf fouten. En dan gaat hij naar Eurospet. Dat is jammer. Het is de eerste set dat je wint met 27-25. Dat betekent dus dat je dan goede hoop hebt dat ook de rest, je zegt dat al even in die tweede set, dat die ook goed zal gaan. Maar dat ging niet goed. Nee, klopt. Ja, we krijgen wel kansen zoals ik al zei. En als je die niet afmaakt, dan is het tegen een team als Eurospet altijd lastig volleyballen. Ja. En in set 3 zijn ze de bovenliggende partij en winnen ze de wedstrijd. Jullie kennen elkaar van haven tot god. Apollo en Eurospet, denk ik dan. Dan denk ik van, dan moet het toch spannender nog worden. Ja, er zijn wel heel veel wisselingen geweest. In ieder geval aan onze kant zijn er veel wisselingen, ook bij Eurospet alweer. Dus we hebben nog maar een half jaar erop zitten. Er zijn eigenlijk maar 2 keer tegen elkaar gespeeld, dat is de 3e keer. Dus ik denk dat nog wel meer valt dat we elkaar echt door en door kennen. Dat is denk ik een beetje het verhaal. Dus het kon spannender. We misten vandaag wel veel meiden, dus geen excuus. Maar ik denk dat daardoor wel in de tweede helft nog wel 2 interessante wedstrijden kunnen gaan worden.